Goedemorgen. Dag meneer De Vriend, hallo. Goedemorgen. Waar kan ik u naartoe brengen? Wel, ja, normaal gezien neem ik daarvoor de fiets, maar als er mij toch een taxirit wordt aangeboden, dan graag naar de viswinkel. Ik heb een beetje verse vis nodig uit de Noordzee. Oké, goed. Dan zal ik alvast vertrekken. Dank u wel. Vis uit de Noordzee, zeg je. Dat is een bewuste keuze om vis van hier te kopen. Ja, absoluut. Super lekker ook. Hè. En als je in Oostende woont, is dat logisch dat je verse vis koopt. Dus we gaan naar de Oosteroever. Hè. Dat is een heel mooi stuk van Oostende trouwens. Over de havengeul. En daar ga ik een lekker stukje verse vis kopen. Oké. Zeg, de champagnekurken hebben nogal geknald, zeker recent met de laatste peilingen. Wel ja, de peilingen zijn goed. Hè. En dat is tof voor onze mensen natuurlijk. Hè. En we merken dat ook wel aan de reacties op straat. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk echt een ommekeer willen in het beleid. Hè. Mm-hmm. En deze verkiezingen zijn een gouden kans ook om daarvan werk te maken. Een ommekeer naar een menselijker beleid, eerlijker politiek ook. Een gezonder beleid. Hè. Propere lucht is belangrijk voor iedereen. En dat zijn drie dingen die eigenlijk in het DNA zitten van onze partij. Wij zijn de leidende kracht op dit moment toch wel een beetje. We hebben ook heel goed gescoord bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dus een stem op Groen is eigenlijk nog nooit zo nuttig geweest als vandaag. Natuurlijk, in het verleden is ook al heel vaak gebleken dat jullie het beter doen in peilingen dan met de verkiezingen zelf. Hoe zou het nu anders kunnen dan? Wel, we zullen zien. Het is nog 4 weken campagne natuurlijk. En het is aan ons om mensen te overtuigen. Hè. Maar we willen dat ook wel doen op een heel positieve manier. Want ik vind, als je de laatste dagen, de laatste weken soms bekijkt, zo, de campagne en sommige debatten, iedereen zit eigenlijk op elkaars kap. Hè. Er worden ook heel veel slogans gebruikt enzovoort. Met Groen proberen we echt wel positief aan politiek te doen. Er zijn partijen die heel graag tegenstrevers zoeken. Hè. Maar wij proberen vooral ook gewoon bondgenoten te zoeken. Mensen, politici, ook van andere partijen, waarmee je moet samenwerken. Maar zo gaat dat nu eenmaal en in democratie. Je moet compromissen kunnen maken. Mm-hmm. Geen vijandbeelden gaan creëren. Dus positief aan politiek doen is heel belangrijk voor ons. Er zijn, en dan spreek ik ook over België. Nationalisten in de politiek willen dit land kapot maken. Dat is heel duidelijk. Dat is vaak hun eerste programmapunt. Dus dat betekent dat een stem op zo'n partij eigenlijk een stem is voor de splitsing van België. Mm-hmm. Dat moeten we heel goed beseffen. En wij met Groen staan eigenlijk helemaal aan de andere kant van dat model. Omdat wij elke dag in het parlement, ikzelf ook, samenwerken met Ecolo, onze Franstalige zusterpartij. Soms zijn er discussies, soms zijn er meningsverschillen, maar dat is ook goed. Dat is een dagelijkse oefening in eigenlijk het overstijgen van die meningsverschillen. Mm-hmm. En gewoon bondgenoten zoeken, samenwerken, mensen verbinden. Daarover zou het eigenlijk meer moeten gaan. Natuurlijk, met die nationalisten, zoals je ze net noemt, zitten jullie ook hier in Oostende, mee in het bestuur. We hebben daar nog een vraag over. Wat is te zeggen, iemand anders heeft daar nog een vraag over. En daarvoor mag je even kijken in het handschoenenkastje. Ja. Want daar zul je een iPad vinden, je mag die openklappen. Ja. En Tuur, dat is de kleine man van de ideale wereld. Ken je hem? Ik ken hem, ja. Wel, Tuur heeft ook een vraag voor jou. Oké. Gewoon op play drukken. Beste meneer De Vriend, je had gezworen dat u niet met N-VA zou samenwerken in uw thuisstad Oostende. Maar met wie zit Groen in het bestuur? Juist, met N-VA. En dan ook nog met Open VLD en CD&V. Zeg, wil nu zeggen dat ook voor de Vlaamse en federale regering al allemaal geregeld is dat Groen met N-VA gaat regeren? Hoe duurzaam is dat, meneer De Vriend? Zeer ernstige vraag van Tuur. Met zeer ernstige blik ook. Het klopt. Hè. En alleen in Oostende, ik steek niet weg, wij hadden dat beter niet gedaan, zo'n veto uitspreken, op voorhand zeggen dat we niet met die partij wilden samenwerken. Want eigenlijk achteraf is gebleken dat we met die partij tot een heel goed akkoord zijn kunnen komen in Oostende. Een heel vernieuwend akkoord en dat heeft deze stad nodig. Dus we hebben daar lang over getwijfeld, veel over gediscussieerd, maar we hebben eigenlijk de inhoud laten doorwegen. Als je ziet welk beleid dat we tot nu toe hebben kunnen realiseren, dan heb ik daar eigenlijk geen seconde spijt van gehad. Wat betreft de nationale politiek, we zullen zien nogmaals. Maar
Het is verre van evident natuurlijk om samen te werken als je die partijprogramma's bekijkt. Als je ook ziet wat er nu in de campagne wordt gezet. Ik geef maar één voorbeeldje. Wij willen eigenlijk heel graag de belastingen verschuiven. Belastingen verschuiven minder voor gewone mensen, voor mensen die werken. Het Rode Kruis staat hier al een sticker gekocht. Ja, ik wel. Jij ook? Ja, ik ook. Maar dus minder belastingen voor gewone mensen, voor werkende mensen. En eigenlijk die belastingen verschuiven naar de supervermogens en de grote vervuilers. Dat is een belastingshift. En wij steken onze nek uit, maar eigenlijk vinden we dat gewoon een eerlijker systeem. Hè? En ja, maar zo maakt wel dat jullie nu natuurlijk weggezet worden als de partij die voor een tsunami aan belastingen zal zorgen. Hoe geraken jullie nog van dat imago af voor de verkiezingen? Tsunami aan belastingen, kijk... Wij steken die weg dat de allerrijksten in ons land, en dan hebben we het over 5% van de Belgen, dat wij van hen een grotere bijdrage vragen. Ja. Die opbrengst zullen we gebruiken om de belastingen voor werkende mensen, voor gewone mensen, te verlagen. Hè. Om jobs te creëren in onze economie, om meer zuurstof te geven aan onze economie. Dus dat is een heel duidelijke keuze. En het planbureau heeft nu ook wel geconcludeerd dat in onze plannen de koopkracht van de mensen erop vooruit gaat. Behalve effectief voor die supervermogens waarvan dat we een stukje extra bijdrage vragen. En ik wil het heel concreet maken. Iemand met een nettovermogen van 1,25 miljoen euro zal in ons model 375 euro belastingen moeten betalen extra. Dat is niet overdreven. Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel correct, heel eerlijk, denk ik. Ja, het is jouw keuze geweest. Ja. Dus ik neem aan dat je kunt meezingen dan ook. Ja, Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Hè? Ja, heel bekend nummer. Heel bekend nummer. Maar eigenlijk, ik kende Bruce Springsteen niet zo goed. Een paar jaar geleden heb ik hem gezien op Werchter Classic. En er was daar een hevige fan die mij aansprak op de festivalweide. En die zei van, kijk, zegt hij, eigenlijk zijn er maar twee soorten mensen in deze wereld. Hè? Mensen die Bruce Springsteen fantastisch vinden en mensen die hem nog nooit live aan het werk hebben gezien. En het klopt. Vanaf het moment dat ik hem live aan het werk heb gezien, ben ik een geweldige fan. Is het waar, ja? Eén brok energie, één brok passie. En allee, zo probeer ik zelf ook aan politiek te doen. Dus ik vind het ook een heel positief, dynamisch nummer. Ja, van Bruce Springsteen even naar jou thuis, want jij hebt drie dochters, meneer De Vriend. Hoe hou jij jou als enige man staande tussen al dat vrouwengeweld? Ja, inderdaad. Drie jonge dochters van 7, 6 en 4 jaar. Mila, Charlotte en Febe. Super plezant om thuis te komen met die drie dochters die om mijn nek springen. Zie je ze wel genoeg dan nu? Ja, het zijn wel, drukke dagen toch? Zeggen, ja, maar ik probeer er echt tijd voor te maken. Ik wil niet de politicus zijn die binnen 10, 15 jaar moet zeggen van ja, ik heb mijn dochters eigenlijk nooit zien opgroeien. Dus, sorry, maar zo ver ga ik niet. Ik steek heel veel tijd in de politiek. Ik werk 70, 80 uur per week. Maar het is ook een flexibele job. Dus je kunt ook af en toe toch thuis zijn. En dat wil ik ook doen. Ja, voor mijn gezin, voor mijn vrouw en voor mijn drie dochters. We zijn er, aan de Oosteroever, vlakbij de viswinkel. Super. Ik heb nog één iets voor jou. Ja? Nog een paar korte, snelle vragen. En daarvoor pak ik er even mijn spiekbriefje bij. Dus ik ga jou nog een paar korte vragen stellen. En de bedoeling is dat jij gewoon kort aanvult. Okay. Zonder veel uitleg. Verkiezingen vind ik... spannend. Mijn favoriete politicus van een andere partij is... Misschien een jonge collega in het parlement, met wie ik het inhoudelijk niet altijd eens ben. Maar dat is Egbert Lagaard van de Open VLD. Omdat hij wel authentiek is en op een eerlijke manier aan politiek doet, denk ik. Tijdens de campagne krijg ik energie van? Contact met de mensen. Dus gewoon spreken, luisteren naar de problemen, proberen een oplossing daarvoor te voorzien. Ja. Een blunder als politicus was? Een blunder als politicus. Zeker in het begin van mijn carrière, soms de reflex om iets te veel te beloven, zonder dat je eigenlijk zeker bent dat je het kan realiseren. En je mag de mensen nooit geen blaadjes wijs maken. Als ik van partij moet veranderen, dan kies ik voor? Ik ben 100% thuis bij Groen, dus misschien een eigen partij oprichten, wie weet. Ik zou tot slot graag een vlieg willen zijn in het kabinet van? Mijn burgemeester Bart Tommelijn, om zeker te zijn dat alles goed loopt in Oostende.
Oké, dat is een heel duidelijk antwoord. Dankjewel, meneer De Vriend. En ik zou zeggen, maak de goede keuze van Wissel meteen. Ja. Ik ben heel benieuwd welk aanbod ze hebben. Dankjewel voor de autoriteit. Jij ook, bedankt.